the fuck gaan we doen vandaag? Naar Ves. En dan? En dan naar die leerlooier. En wat ga je kopen? Ik ga fruit kopen. Ja, ik heb je daarvan gekocht. Ga lekker heen, ga lekker. Het is heel lekker. Wil je ook? Ga in de auto. Waar is dit? Wat jij? 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 Wat Ja, dat moeten ze gewoon doen volgens mij, maar ik heb het nog nooit zo heftig meegemaakt. Shit. Shame. Nou, we zijn een stuk landinwaarts gereden en eigenlijk hebben we deze trip niet echt een heel goed idee wat we nou precies allemaal gaan doen. Nee, nu zijn we onderweg naar Ves. Ik heb gelezen dat je daar een leerlooierij hebt. Ik wil proberen of ik daar leer kan looien, maar ja, of het lukt. En het schijnt ook heel smerig en vies werk te zijn. Ja. Dus dat is een prima plek voor jou. Waar we heen gaan, nee. Ja. Nee, ik vloog. Dit is een ontzettende weerwaar van straten. Kijk, deze gast heeft een goed shirt aan. Lekker shirt. Mooi. Dik shirtje. We hebben nu Adil. En hij is onze guide en hij gaat ons nu naar Chouara brengen, de leerlooiers bij. Zo! Hoe hard stinkt dit? Dit is heel goor. Jij loopt dus gewoon? Ja, op mijn slippers. Maar iedereen loopt hier op zijn slippers. Dit is dus een plek waar ze leer maken van schapen. Wat is dit? When they kill the sheep, yeah. they take their skin, only the skin with the hair, yeah. And they put it here, in the water. Listen. In this place, they take off the wool. I can do anything I want. But it's dangerous. It's dangerous? If you touch your skin, it's get bad. Ik ben dus wel vegetariër. Maar ik heb wel leren jasjes en leren schoenen, dus ik vind ook dat ik dan maar moet weten hoe dat allemaal gemaakt wordt. Ja, dat is goed. Alright. What is this? Hey, Finney is all the way. Alright. So we do like this? Yes, like this. Waar doe je dit nou voor, vraag? Ja, om die haren er goed af te krijgen straks. Because I look good in heaven. Ik zie het echt best wel makkelijk te doen. Snap je haren? Maar zie je al die brandwonden op zijn armen? Dat is van dat spul. Yes. Wat een rotgif moet het dan zijn, hè? Zo, wat heftig. Zit op je voeten. Ja, en dat doet zeer, joh. Inside. En ondertussen rotten mijn voeten dus weg. Bedankt. Zeker, goed. I do like this. Yes. Oké, okay. Oh, dat gaat super makkelijk. Dat spul, jongen, dat is zo Listen to me. Don't confuse the wool. Deze wol, die sorteren ze op kleur. Dus die moet je dan in een bepaalde kleurgroep gooien. En dat verkopen ze dan weer aan die tapijtenhandelaren. Ze staan er niet echt van te kijken dat jij dit doet. Nee, hè? There are no women working here. Why, yes, no women. Why is that? Because it's really dangerous for women to do like this job. It's home, this game. And the women like keep... beautiful in their body. Ja, dat klopt. I can make any woman mine because I look good in leather. They take the skin and they put it in this big machine in order to wash the toxic product from the skin. Het is een super grote wasmachine. Er zit gewoon een gast in die machine en die haalt alles eruit. Can I help him? You go inside? Yeah. Wat zeg je nou? Ik ga hem helpen, hè? Ik weet niet meer of ik dit wel wil. This is horrible. Yeah. What? Dit is gewoon dat beek. Zeker.
niet in? Because I look good in leather. I can make a star out of anyone I meet. You're gonna shine if you stand. Dit is dus de plek waar het leer geverfd wordt. En ik heb zo'n kleur jasje, zo'n geel jasje, dus misschien komt hij wel hier vandaan. Ik vind het echt een bizarre plek. Ja, hè? Het rare is, ik bedoel, het staat wel in elk toeristenboekje, maar als je hier dan rondloopt, dan zijn wij echt in één keer de enige. Hij gaat er dus in. Ja. Hij is nu met zijn voet, is hij even dat leer weer goed aan het leggen, zodat die verf er goed in treedt. Echt zwaar werk. We worden nu weggestuurd door een guard, omdat we hier eigenlijk niet mogen draaien. En nu staan we op zo'n toeristenplek. Ja. Ik vond het echt zo tof om hier te zijn, want dit is namelijk echt niet een toeristenplek. Mensen nemen alleen maar een beetje foto's van bovenaf. Maar ik had me ook niet echt heel goed voorbereid, zoals je ziet. Ik heb daarom ook niet alles gedaan. Dat geef ik nu als reden. Maar de volgende keer als ik mijn leren schoenen aantrek, dan denk ik hier aan.